Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Dark Souls Prepare to Die Edition. Nou, het was bijna een Prepare to Stop er maar mee edition. Want ik heb wel echt, ik heb een goede anderhalf uur zitten in het fixen van dit verhaal. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Het is een Xbox-spel van oorsprong, dus ik heb een Xbox-controller aangesloten en hij is geport naar PC. Ik heb hem gemod. Dat wil zeggen, je ziet links het logootje, kan ik met de muis, ik weet niet of je dat ziet. DSFix enabled. Ik heb een paar mods erin gezet om het nog mooier te maken. Net zoiets wat je met Skyrim ook kunt doen. Dat kan hier ook mee. Maar dat is het probleem helemaal niet. Maar ik wil alleen even zeggen dat ik dat gedaan heb. Die mod zit ook in de omschrijving. Dan zie je precies wat ik gebruikt heb. Maar wat was er nou aan de hand? Dit spel gebruikt Games for Windows Live van Microsoft. Dus je moet erop inloggen. Dat ging verkeerd. Nou, ik heb het hele internet afgestruind. Blijkt dat je, als je je account hebt beveiligd met dubbele authenticatie. Dat blijkt de oorzaak te zijn van het feit dat ik een uur lang het spel niet kon starten. En toen ik het spel uiteindelijk wel kon starten, had ik nog heel veel problemen. Het liep voor geen meter, terwijl ik een supersnelle PC heb. Toen bleek dat ik in de instellingen van mijn videokaart moest zeggen dat mijn videokaart niet moet luisteren naar de instellingen van Dark Souls, maar alles zeg maar zelf maximaal moet zetten. Dus met andere woorden, om mijn computer ervoor te laten zorgen dat ik Dark Souls kan starten en goed kan spelen, moet ik in de instellingen van mijn videokaart lopen rommelen. Nou, het is een poort. Dus de instellingen die je hebt voor grafische instellingen zijn echt heel erg beperkt. Anti-aliasing staat hier uit, maar die wordt met een mod weer aangepast. Dus die staat wel aan. Ik heb alles maximaal staan. En ik heb het scherm. Het is ook een betere kwaliteit. Want ik heb hem gemod, zeg maar, met betere kwaliteit plaatjes en de letters. Het zag er eigenlijk helemaal niet uit. Dat heb ik ook met een mod mooier gemaakt. Dus het wordt wel wat mooier van. Maar het was heel veel gedoe om het aan de praat te krijgen. Dus ik hoop echt dat het een leuk spel is. Deze eerste indruk ga ik het eerste deel van Dark Souls spelen. Want ik heb eigenlijk vanavond een afspraak om met Bastiaan van Game Bytes co-op te spelen. En wat blijkt nou, in het spel kun je niet zomaar co-op spelen. Dan moet je eerst het eerste deel door. Nou, ik denk dat is voor mij dan weer een perfect moment om een eerste indruk video te maken. Maar ik hoop dat ik een beetje, ik hoop dat ik straks wat relaxer word. Want ik ben echt een beetje opgefokt. Maar we moeten nu wel echt een beetje beginnen. Dus nieuw game. Ik heb het echt nog nooit meegemaakt. Goed. Dus dit allemaal wel goed. En, oh, nu krijg ik weer alle instellingen te zien. Nou, ontwikkeling staat aan. Dat is prima. En dit is ook. Ja, daar komen we straks wel achter. Ik mag hopen dat er ook een tutorial in zit. Eerst een karakternaam. Oh, dat kan ik wel typen, hoop ik. Ja, mooi. Goed. Seks. Ja, mail. Klaas. Zo, je kunt er veel kiezen. Ik ga lekker voor de warrior. Beetje hakken, hou ik ervan. Gift. Goddess Blessing. Divine Holy Water. Fully restores HP and status. Dat klinkt goed. Black Firebomb. Explodes upon impact when thrown. Tiny sprite called humanity. Sometimes found on carcasses. Geen idee wat het allemaal is, hè? Binoculars. Used to peer at faraway sites. Trinkets. But fond memories. Comfort travelers. Nou, master key. Opens any basic lock. Voor een dief. Tiny beings ring. HP slowly recovers while equipped. Old witch's ring. Gift from a witch. Ancient ring with no obvious effect. Ik ga voor de Goddess Blessing. Lijkt me goed voor een warrior. Ik ben natuurlijk dik en lang, dus we gaan voor very large. Gezicht, wat lelijk het hé. Ze zijn allemaal niet heel knap of zo. Nou, dit is misschien wel de beste, ja, ik denk dat dit de beste kop is. Wat stond er nou bij? Is een cleric? Ik ben een Far East Traveler, dat ben ik. Haar. Oh, dat is allemaal van het Japanse haar. Wat het toch allemaal is met het haar. Ik ga, denk ik, voor de kale kop. Kleur. Nou, wat zullen we doen? Zwart? Except. Laten we maar eens even beginnen met dit spel. Ik moet even vertellen van tevoren, ik weet dat dit spel een van de moeilijkste spellen ooit is. Iedereen die dit spel speelt, zegt, is er helemaal gek van, die ik ken, zeg maar. Maar zegt ook dat het niet te spelen is zo moeilijk. Nou ja, daar gaan we gauw genoeg achter komen. Ik heb hem gekocht op de herfstsale van Steam. Was hier voor een paar euro in aanbieding. Dus
Ik heb ook nog helemaal niks van gezien. Ik ben gewoon benieuwd. Laten we maar gaan. Laten we starten. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. The scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark side brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world.
Northern Undead Asylum. Nou mag ik met de controller in de weer en daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo goed in. Zeg maar gewoon heel erg niet goed. Ik ben een PC-gamer, maar goed, dit spel moet je met de controller spelen. Het kan wel met toetsenbord en muis, maar dat is een hele toestand schijnt. Maar goed, ik heb heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het er zo uitziet als het er nu uitziet. Want dat is normaal gesproken dus niet zo. Het is gelukkig gelukt. Deze beste meneer wordt er niet knapper op, maar toch. En nu? Ik heb een aantal dingetjes, zie ik. Ik denk dat ik het wel hoor wat de bedoeling is. Pillage Corps. Dat doen we dan. Ik heb een celsleutel. Prima. Wat lopen hier nou al die kakkerlakken op de grond? Ja. Jakkes. Open. Wat is daar nou te doen? Read message. Waar? Op de grond zit een berichtje. Oké. Okay. Camera met de rechter muisknop. Nou, is daar van de rechter stick. En hiermee kunnen we aanvallen. Nou, laten we dat eens doen. Rechter button. Slaat hij nog terug? Nee, dat doet hij niet. Hij slaat niet terug. Zo, kun je daar eens lopen. Dat is dat gestam dus. Wat een lelijke is dat zeg. Oké, met de rechter trekker doe ik een sterke aanval. Ik merk nu al dat hier heel veel dingetjes in zitten. Sterke aanval, gaan we eens even proberen. Hé jij. Dat was niet een raak, hè. Kan ik ook nog rocken? Oké. Prima. En dan? Oh man, ik heb die combinaties. Dash met linkerstick en B. Oké, nou. Dat gaat ook nog wel. Het is wel mooi hier trouwens. Tenminste mooi gemaakt. Het is natuurlijk extreem somber. Wat hebben we hier? Target lock, rechterstick. Ah. Oh, nou hou ik hem in de gaten. Dat is prima. En dan doen we even een sterke aanval. Zo. En door. Trapje op. Gaan we die grote zeker aanvallen straks. Die was wel heel groot, hè? Heb ik nou gewoon een afgebroken zwaard? Kan het makkelijk zien? Ja. Rest at bonfire, daar word ik weer beter van. Ik ben er hartstikke goed aan toe, dus. Het is nog wel een beetje licht. Het is erg bewolkt vandaag. Bonfire lit. Dat vind ik echt van die console berichtgeving. Ja. Laten we eens even lekker zitten. En leave. Dan ben ik weer beter. Boss ahead. Rating 2. Nou, dan ga ik wel even ergens anders naartoe. Liever niet. Maar het zal wel moeten. Daar kom ik uit. Daar is nog een hek. Kun je daar niet door? Laat me eruit hier. Ga niet vanaf deze kant open. Oké, dan. Nou, daar gaan we dan. Gaan we de grote baas aanvallen. Oh, die is er niet hier. Gelukkig. Zet een tekst op de grond. Get away, get away, get away. Prima. Hier is een gat in de deur. De Silent Demon. Oh, dat was aardig snel opgelost. Oeh. Oké, dan. Bonfire lit. Zijn het ook gewoon checkpoints voor mij of zo? Misschien wel. Het zou mooi zijn. Get your shield. Waar vandaan? Daar zie ik weer een lijk liggen.
Oh. Wat doet hij? Schiet hij pijlen? Hij schiet pijlen. Wat heb jij bij? Oh, hij heeft een schild. Oké. En hoe heb ik die dan? Open menu. En dan gaan we de equipment. Oké, dat doen we dus hiermee. Even kijken. Change equipment. Hier kunnen we voor het schild gaan. Oké, cool. Is dat het? Nu heb ik het schild bij me. Cool. Hoe gaat die nou? Even kijken, als mijn zwaard op de rechter trigger zit, dan dit linker trigger. Dat is slaan. Dat is blokken. Oké. Prima. Laten we dat dan doen. Hallo. Goed zo. Even op hem lokken, kan dat? Of gaat hij nou weg? Hij vlucht. Nou, smeer hem maar. Viezige bende hier. Ah, een longsword. Nou, daar gaan we mooi gebruik van maken. Dat betekent dat we naar de equipment gaan. Of kan ik er twee doen? Oké, cool. Rechterhand. We hebben nu twee zwaarden op de rechterknop. Dit snap ik niet helemaal. Hoe wissel ik het dan? Ik heb nog steeds dat korte ding. Nou. Laten we dan even hier naartoe gaan. Naar de equipment weer. Ja, dat dus. Prima. Oké. Dit is rechterhand. Oh, vuisten. Oh nee, gaat hij me schieten. Oh, niet doen. Niet doen. Ik wil hieruit. Zo ja, hier. Hier. Zo. Goed, wat staat hier? Change weapons met links en rechts. Oké, dan kan we dus schakelen. En naar beneden toggle items. Ik heb maar één item. Oh, nu snap ik hem. Wacht even. Dus als ik nu naar equipment ga, ja, ik moet leren. Hè? Dat is een eerste indruk, hè? Dat weet je. Goed, nu heb ik dat gedaan. Als ik dan nu zeg maar naar uitgaan, druk op rechts, krijg ik het stompje. Nu het zwaard. Oké, prima. Goed om even te weten. Het is een muffe toestand hier. Maar even voor de duidelijkheid, zoals ik aan het begin zei. Hè? Ik heb dus vanmiddag even door die gang gelopen. In het begin, helemaal in het begin. Ik heb alle verhaaltjes overgeslagen. Dat zag ik net voor het eerst. Maar dit liep echt niet vanmiddag. Echt niet te doen. Gewoon standaard, hè. Dat was niet te doen. Ik ergerde me dood. Maar het is gelukkig opgelost. Het loopt nu heel goed. Daar ben ik blij mee. Traverse to the White Light. Wegwis licht. Staat daar? B, backstep. En left stick. Ja, dat hadden we alweer aanrollen. Oké. Daar kan ik. Ligt er nou iemand? Dat ligt iemand. Kan ik erbij komen? Nee. Treasure head, zegt hij. Rating 1. Waar is de schat? Een schat leuk. Ja, hier was ik al. Als ik hier dan rust, bewaakt hij dan dat ik hier ben? Nou, waar die schat dan is. Kan ik hier nou in? Want hier was die bad guy. Nu is dat ding, die deur zit nu op slot. Prima. Weet je wat het nou ook is met zo'n controller, moet ik wel even zeggen. Ik ben gewend om met de muis en toetsenbord zo te bewegen dat het voor jullie geen koppijnbeeld wordt. Daar heb ik een beetje op geoefend en zo, want normaal gesproken schudt heel veel YouTubers, dat heb je waarschijnlijk wel eens gezien, die schudden gigantisch, gaan gigantisch wild met de muis heen en weer. Nou, ik heb mezelf een beetje dat afgeleerd, zodat je geen koppijnbeeld krijgt. Met de joystick daarentegen, met de controller, ben ik daar nog helemaal niet zo goed in. Wow. Zo. Hey,
gat in de muur. Waar is die bal? Daar. Zo. Nog gewonnen dat ik hem gered heb. En wie ben jij dan? Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Wat is je besluit? Of ik naar hem wil luisteren? Ja, tuurlijk. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. An Estus flask? Oh, and this. Undead Asylum. F2 East Key. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. En thank you. Hij gaat dus nu dood. Now I must bid farewell. Ja, prima. I would hate to harm you. Okay, nou. En als je dan... rest the bonfire. Replenish Estus Flask, wat het ook mag zijn. En beneden kan ik dat dus wisselen. Ik heb Divine Blessing en Estus Flask. En Divine Blessing... Als ik dat zeg maar neem... Hoe doe ik dat eigenlijk? Ik weet niet hoe ik dat doe. Oké. Zullen we dit doen? Hoe kan ik dit nou nemen, vraag ik me dan af. Ik weet echt niet hoe... Dat vind ik echt vervelend. Sorry hoor, dat moet ik echt even uitvogelen. Oh zo. Oké. Nu heb ik een 4. En ik ben weer beter. Dat doe ik dus met X. Prima. En als ik hier rust, dan wordt het weer... Oh, dan krijg ik weer 5. Nou, dat is mooi te weten. Super. Ik zie dat nog wel van pas komen. Ik denk zeker tegen die grote gast van net. Ik heb een sleutel. Ik wil even weten wat daar is, want ik ben alleen maar hier naartoe gegaan. Wat hebben we hier? Ring. Ring, ja, en dan? Rating 0. Wat doet hij daar nou mee? Nou ja, dat snap ik niet. Ik moet niet alles willen snappen, denk ik. Zeker niet nu. Oh, het loopt dood. Dan gaan we terug. Ik heb er wel door dat het knap ingewikkeld is. Ring. Rating 0. Dan gaan we hier weer naar boven. Komt er nu weer een bal naar beneden? Nee. Oh, er staat ook eentje. Zo. Dan heeft hij een zwaard. En ik val aan met die knop, ja. Zo, dat raakt er goed in. Hij is dood. Wat doet die geest nou? Is dat een voorbeeld? Zo, kijk dat dan. Lekker flexibel typeje is dit. Goed, deur kan open. Wield right weapon two-handed, dat doen we met I. Dus ik heb nu een schild en een zwaard. Nu alleen een zwaard, prima. Read message. Kijk, ik krijg al die combinaties, dat ga ik natuurlijk nooit onthouden. Trappen we hier zo mee, yes. En jump attack hiermee. Oké, nou, we gaan het proberen te onthouden. Resting at bonfire revives enemies. Oh, dat is ook lekker om te weten. Dus als ik even ga chillen, dan komen ze weer terug. Wow, er zijn er veel. Eentje met een pijn omhoog. Hallo. Oeh, die is meteen dood. Schild erbij.
Oh, dat is mijn schild niet. Zo. Hou er goed in. Wat een toffe... Ik heb hem geschild in de aanslag natuurlijk. Zo wel. Ik denk, ik ga mijn schild even tevoorschijn. Nou, mooi niet. En jij? Zo. Nee, joh. Nee. Trap. Pff. Wat een ramp is dit, zeg. Ik ben aan het clearen met die... Is dat hier? Rechtermuis, terwijl ik val met de rechterbutton, val ik hard aan. Prima. We zitten eigenlijk naar te kijken hier beneden. Het is een mooie bergpartij. Daar moet ik ook nog naartoe, zie ik wel. Overal tekst op de grond. Right button, dat is een belangrijke knop, die rechterknop. Read message, even kijken. Linker trigger is parry. Ja. En dan met de rechterknop weer repost. Nou, laten we eens kijken hoe dat werkt. Oh, eerst een vlok op hem. Hup, en aanvallen. Zo. Hij heeft een longsword. Die heb ik natuurlijk ook al. Ja, wie weet is hij een betere. Kan ik ook ergens rusten, want ik ben er heel slecht aan toe. Touch bloodstain. Ja, laten we eens even lekker met onze vingers in het bloed zitten. Wat doet hij nou? Wat? Hij loopt er naartoe. En dan? Ja, het zal wel. Need key. Rating 4. Ja, die zit op slot. Kunnen we niet naartoe. Er zit eigenlijk een gang. Oké, ik ben trouwens best wel slecht naartoe. Was hier ergens een bonfire? Ik hoor wel wat geknetter. Oh, dat is die fakkel hier. Maar goed, het probleem is dus als ik naar zo'n bonfire ga. Ik kan natuurlijk nooit. Ik ga waarschijnlijk zo naar die... Ja, naar die bad guy toe. Ik moet wel rusten bij een bonfire. Anders overleef ik dit gewoon niet. En dan komen ook de monsters weer terug. Nou ja, dat was maar een oefening. Ik ben het aan het leren, hè. Het is allemaal zo makkelijk nog niet. Nou, waar is de bonfire? Oh, dan moet ik hier voor de trap af. Het is allemaal maar somber. Sombere toestand. Ik moet zeggen dat ik een stuk relaxter ben dan toen ik het boel aan het installeren was. Wat een ramp was dat. Hehe. Nou, en dan ben ik weer beter, want ondertussen heb ik al onze vijandjes weer terug. Maar goed, als het goed is, heb ik nu, weet ik nu wat ik moet doen. Hè? Ook belangrijk. En die jump, die kan ik dus niet maken. Even proberen. Die jump aanval kan ik nu wel weer maken. Net probeerde ik het ook, toen wilde het niet. Nou ja, doe maar. Kijk, daar is hij weer. Want ik heb bij een bonfire geslapen. Hij slaat ook wel hard in, hé. O jee. Doe eens niet, joh. Zo. Goed. Ik had ook een dansje kunnen nemen, besef ik mij ineens. Maar goed. Ja. Ik ben er nog niet zo aan gewend. Laten we het daar maar even op houden. Hello. Jullie. Komt hij nou of niet? Heeft hij me niet gezien? Hé, jongens. Goed, en dan gaan wij eventjes spring. Up. Niet doen. Zo. En spring. Up. En slaan. En lokken. Dat weet ik ook steeds. Allemaal dingen waar je op moet letten. Wat staat hier nou? Ja, dat wist ik al. Goed. Nou, hij nog. Oké. Goed. Zullen we eens een drankje nemen of is dat te vroeg? Ik denk dat het te vroeg is. Laten we er maar gewoon ingaan. Ja, laten we dat doen. Zo. Oh, is dat die bad guy? Laten we dat meteen doen, rechterbutton. Hoppakee. Zo, dat hakt er goed in, hè?
Aanvallen zullen we. Oeh, hou. Hup, X. Oh. En ontduiken, ontduiken. En dankje nemen moet ook maar doen. Let hiermee. Kom, dank. Goed zo. En wegwezen. Zo. Dak er goed in. Sla dan, sla dan. Sla dan. Sla hem. Hij valt niet aan. Valt niet aan. Oeh, dood. Nee, ik ben nog niet dood. Nu wel. Ja, nu wel. Jee, wat is het moeilijk. Alle mensen, hé. Nou. Oké, die ga ik weer doen. Oftewel. Yes. En dan weer. Aanvallen. Aanvallen. Hup, goed zo. Aanvallen. En zo, meteen dankje nemen. Eerst ontduiken. Eerst ontduiken. Nee, kom op nou. Kom op nou. Eerst wegduiken. Nee, nu alweer. Ik heb niks gedaan. Ah, doe eens niet, hé. Wat een stom toestel. Ik vind het stom, dit. Ik vind het echt stom. Dit is toch niet te doen, man. Dit is het begin nog maar. Wat is dit voor spel? Nou, poging nummer 3. Oh. En daar gaan we dan. Vluchten, vluchten. Niet die kant op. Die kant op. Hup, door. En drankje. Goed zo. Even bijkomen, waar komt hij aan? Daar is hij. Daar is hij. Aanvallen. Hé, hey, aanvallen. Door, kom op nou. Er staat gewoon die pilaar kapot ook. Ah nee. Kom op nou. Dat is zo lang liggen. Oké, dankje. Nee, ik had een drankje genomen. Kom, nog een keer, drankje. Oké, gaan we dan. Kom op nou. Hij staat er echt zo hard in ook. Drankje. Lukt dat nog? Ik heb hem bijna. Oh nee, hij maakt me weer dood. Nee! Ik had hem bijna. Wat is dit voor spel? Ik vind het echt geen... Poging nummer 4. Oké, wegwezen. Drankje. Goed zo. Naar voren. Slaan. Slaan kapot. Naar voren toe. Naar hem toe. En slaan. Drankje. Goed zo. Hop. Dit was hier maar toch. Nog een drankje. En ontduiken. Ja, dat heeft niet zoveel zin zo. Goed, kom eens. Gaan ze toe. Hup, ontduiken. En slaan hem. Slaan met elkaar. Hij verdient het. Hoe gaat hij weg? Hij springt gewoon bovenop me. Hup. Alle mensen. Waarom hoor ik nog steeds voetstappen? Je gaat niet vertellen dat er nog zo een rondloopt. Ik heb een sleutel en nog iets. Recover lost power. Oh, werkt dat ook zo? Ja, dan ben ik toch als laatste dood gegaan. Hier is een... Is er nog een bonfire toevallig? Wat staat hier voor tekst? Be wary of boss. Dat meen je. Moet ik oppassen voor de baas? Eerst even naar de bonfire toe. Of komt dan de baas ook terug? Enemies komen terug, hè, stond er. Als de baas terugkomt, dan word ik echt zagrijnig.
Touch Bloodstain, wat staat hier? Zie je een soort laatste strijd van een of andere strijder of zo? Dat zou zomaar kunnen. Ik hoor hier voetstappen. Niet heel relaxed. En wat gaan we hier zien? Weer zo'n gevecht, of niet? Laatste moment van die persoon die de pijp uitging. Of is dat toevallig mijn blum? Is dat mijn actie geweest? Dat zal wel niet. Used Big Pilgrim's Key. Oh, dan zijn we hier beneden. Maar hiervoor wel voetstampen. Dat is weer minder relaxed. Allemaal teksten. Good job, go straight ahead. Ah nee, rating 0. Be wary of boss. Nou, komt er weer zo een aan dan. Ook nog leuke schatten die ik kan vinden hier. Dat zou ik wel tof vinden. Een paar mooie schatten vinden. Ik kan dit ook op zich wel aflazeren. Dus laat ik maar even een beetje oppassen. Dark Ahead, rating 5. Wat houden die ratings nou in dan? Ik kan toch geen andere kant op dan deze kant? Is dit het einde van de tutorial? Ik hoop het. Ja! Of niet? Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. In Lordran, level up and kindle at bonfires. We zijn nu in Lordran. Wat was dat vet zeg. Oké, ik moet zeggen, dat vond ik de moeite wel waard hoor. Wauw, die vogel. Ziet er echt ook heel mooi uit. Oké, daar ligt iets wat ik kan plunderen. Humanity. 3. Ik heb geen idee wat ik opbak hoor. Maar goed, doe maar. Hier staat nog wat op de grond geschreven. Read message. Bonfire. Bonfire? Zat die persoon hier net ook? Huh? Wacht even, nog een keer. Ik snap je niet, wat gebeurt hier nou? Bonfire? Vraag dit. Oké, rest the bonfire, laten we dat doen. En dan heb je allerlei dingetjes, dat hier. Leave, level up. Kindle. Hoe staat hij daar nou ineens? Reverse hollowing. Ik weet niet wat alles is. Wat is level up? Select a parameter to boost. Kan dat? Oh ja. Waar haal ik die punten vandaan dan? Vitality, Entombment, Strength, Dexterity, Intelligence. Nou, zullen we eens even lekker strength boosten? Of kan ik ook nog... Wat kan er meer boosten? Oh, dat kost zielen. Nu zie ik het. Ik heb 2160 souls. En dat kost mij gewoon zielen. Als ik dit upgrade, dus vitality. En bijvoorbeeld strength. Heb ik... Strength kan ik doen, endurance niet. Vitality ook niet. Nee, dan gaan we gewoon strength doen en de rest komt dan straks wel. Humanity 1 heb ik opgepakt. Er staat hier nu 0. Ik weet niet wat dat betekent, maar dat gaan we straks wel zien, denk ik. Ja hoor, doen. Oké, goed. Even terug. Kindle, wat is dat?
ken dat Kindle Wild Hollowed. Ik heb geen idee wat dat is. Reversed Hollowing. No Humanity. Ik weet echt niet wat het is. Zullen we eens even in de inventaris kijken? View Status, dat is dit weer. Browse and Use Items. Estus Flask, daar heb ik er nu 10 van. Black Separation Crystal. Banish Phantom Return Home. Define Blessings. Die heb ik used to gain 1 humanity and greatly restore HP. Oké, dus die kan ik gebruiken om gezond te worden dus. Er zit heel veel in hier, in elk geval. Wie ben jij? Wil je niet praten? Zit er maar een beetje. Kan hier naar beneden? Ja, blijkbaar. Hier. En ik kan hier naar boven. Het is allemaal heel open dit. Dit maakt wel een aardig vredige indruk al met al. Zo, dat is een groot fort ook dit. Die is niet oké, denk ik. Nee, dat is een vijand. Dus niet. Waarom vecht ik nou niet? Ik vecht niet, waarom vecht ik niet? Oh, ik had het menu nog in beeld. Handig. Oké, nou weer wat geleerd. Ik heb een Hollow Warrior helm. Is dat beter dan die ik nu heb? Zullen eens kijken. Gesture menu. Kan ik zwaaien? Wat doe ik nu? Oh, dit is zwaaien. Joehoe. Oké. Equipment. Ik heb een helm. Een andere helm dan wat ik nu heb. Standaard helm. Hollow Warrior helm. Oh, mijn standaard helm is wel beter. Dan hebben we die mooi lekker op. Daar is ook nog eentje. Hé, hey, zo. Wat zei dat? Zo. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij er bovenin. Nou, mooi is dat. Vuur. Kan ik niet tegen dus. Heb ik nou die spullen die ik net heb opgepakt? Of ben ik dat ook kwijt? Nee, die heb ik. Oké, dat is wel mooi. Oh, dat vind ik goed geregeld. Nou, laat me even een beetje rondkijken. Dan zet ik er zo'n punt achter. Tenminste, ik hoop dat ik... Wie ben jij? Hij staat hier maar. Oh, praat. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thuriland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Oh, dat is het. Hij heeft verder niks te melden. Oké. Ik ga je echt zo verdwalen. Dat weet ik nu al. We gaan het grote fort in. Eerst het donker hier. Ik blijf een beetje aan de buitenkant. Daar ligt nog een dooie. Soul of a Lost Undead. Nou, hier kan ik duidelijk niet overheen. En dit hier is een... Is geen trap? Of wel een trap? Ik kan ze slecht zien. Het is een gat. Daar gaan we niet naartoe. Dan ga ik hier weer naar beneden. Kan dit nou kapot maken? Het is geen zelden dat ik wat in deze potten ga vinden, hè? Nee, dat is het niet. Wat staat hier? Back gesture. Ja? Oh, dat deed ik net. Dit. Oh, moet ik dan een zwaai nemen of zo? Is dat de bedoeling dat ik dat nu ga doen? Nou, dit is weinig zin verder. Oké, goed. Bloodstain. Hier is ook iemand om het leven gekomen.
is allemaal behoorlijk kapot hier. Een mooi standbeeld. Van een moeder met een kind. Als het onze wereld zou zijn, dan zou je zeggen, ja, dat is natuurlijk Jezus en Maria, maar... Dit is niet onze wereld, dus geen idee wie dit is. Het zal een of andere beschermheilige zijn of zo. Kan ik hier langs? Nee, dat kan niet. Nou, dan vraag ik me af of ik het hier niet gezien heb. Hier is ook een bloedvlek. Ik vind de muziek heel subtiel. Vind ik wel mooi. Al die dingen hier. Moet ik kijken of er staan. Let there be light. Wat zijn die ratings nou toch? En wat is nou toggle? Oh, read message. Oké. Nou, ga even naar beneden. Kijk wat we hier hebben. Hé. Hey. Ze kan niet praten. Reinforce Estus Flask. Zullen we dat doen? Firekeeper soul required to reinforce Estus Flask. Geen idee wat ik hier allemaal lees. Talk. Nee, dan kan niet met te praten. Weet je, dit is natuurlijk een geval dat je, als je er maar een beetje mee bekend wordt, dan is het, wordt het vanzelf wel duidelijk. Maar voorlopig weet ik het nog even niet. Zo. Het ziet er. Pas op, je niet naar beneden lazen hier. Waar komen we terecht? Steeds diepere gangen. Pull lever. Gaan we dat doen? Tuurlijk gaan we dat doen. Contraption does not move. Wow, wow, wow. Dat is heel diep. Dat klinkt niet gezond. Gaat hij weer terug? Ja, hoeft eigenlijk niet. Maar goed, doe maar. Oké, dit is duidelijk, moet hij naar beneden. Nou, het ziet er wel mooi uit. Vind ik. Hier is ook een lever. Nee, geen bewegingen te krijgen. Hier komen allemaal akelige grom. Ja, dit is niet best. Soul of a nameless soldier. Dus ik neem die zielen dus mee. En dan kan ik dus later mee levelen. Oké. En jij? Nu Landau Runes. En ze doen niet zoveel, maar ja. Laten we zeggen dat we ze uit hun lijden verlossen. Oh, dat zijn heel veel. Oké, daar is ook nog één. Hey. Dit is echt een soort van... ja, wat zullen we zeggen? Hel. Boven was het wel aardig vredig, maar... Dit hier is...
Hier een klein beetje licht van buiten. Nou, dit is echt zo'n plek, joh. Dan ben ik echt zo de weg kwijt. Talk met wie? Oh, kijk aan, hier zit iemand. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Ricky of Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Okay. And nu? Dat was het al. Nou, prima. Ik denk dat ik bij de volgende bonfire er een punt achter zet. Want ik ben al lang bezig. Hé. Hey. S-stok. Prima. Ah, ik moet zeggen, dit ziet er wel heel tof uit hoor. Ik ben wel heel erg benieuwd wat hier nog nakomt. Hier zit er iemand in een pot. Toedeloe. Zo. Pitch Corpse. Transient Curse. Ik wil eigenlijk naar een bonfire toe. Kan ik hier zo overlopen? Nou, blijkbaar. Het is onheilspellend. Dat vind ik wel erg tof. De sfeer is erg goed hier. En ik zie dat Bastiaan er ook klaar voor is. Ik hoop dat ik er ook klaar voor ben. Wie is dat? Is dat Ern? Dat is eng. Dat is eng. Die kan ik aanvallen, zie ik. Maar doe ik zo schade? Nee, dat doe ik niet, of wel? Nou. Dat zag er eng uit. Ik ben dood gegaan. Waar begin ik nu? Waar begin ik? Bovenaan weer? Want dan zet ik gewoon een punt achter boven. Ja, ik begin weer boven. Nou goed, ik zet hier een punt achter. Ik heb het begin van die tutorial doorgelopen. Ik hoop dat ik genoeg heb gedaan om samen met Bastiaan nu verder te kunnen. En dan hoop ik, want hij heeft wel wat meer uurtjes in zitten, dat hij me wat meer kan leren over het spel. Ik moet zeggen dat ik het ja, erg moeilijk vind, maar ook wel weer erg interessant, want het ziet er echt tof uit, hé. Ik ben erg onder de indruk van hoe deze wereld in elkaar zit. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Een duimpje omhoog is natuurlijk welkom, of een plus 1. Deel het met iedereen. Ik zie je dan graag de volgende keer terug. Kijken, waar zit hij? Ja, deze. Bye bye.